alles is, jongens, we moeten een beetje flexibel zijn met z'n allen. Dat vind ik ook. Ja, we moeten een beetje flexibel zijn. En dan offer ik mijn principes wel opzij en dan ga ik dat gewoon doen. Voor de BV. Voor de BV, omdat je gewoon alles... zo'n mega groot hart hebt voor Utopia. Ja, zo hoort het, Ger. Ik ben trots op je. Zo ben ik. Je bent echt lief. Hé, hey, maar even serieus. Je hebt nu toch je hebt één slaapplek over in de caravan. Ja. Je hebt er één bij Milan over. Je hebt er één bij Shelly over. Als je daar een mixje van maakt, dus nood die linkerkant van de caravan, dat je die caravan nog niet op slot zet. Yes. Of te koop zet, bedoel ik. Ja. Ja, laten we kijken wat iedereen wil. Misschien aan de Costa. Ja. Zag ik je lopen. Ik zeg eerlijk. Maar ja, weet je wat het is? Shelly gaat natuurlijk daar absoluut niet mee eens zijn. Nee, die kans is klein. Maar ja, goed. Dan kunnen we ook iemand bij Shelly neerleggen natuurlijk. Nou ja, dat is een beetje het probleem. Ik word helemaal niet goed van die zon. Normaal gesproken is het van, nou, dan kunnen we een beetje schuiven met elkaar. Maar sommige mensen zitten zo vastgeroest in hun Utopia-tijd, dat het gewoon moeilijk is om even een beetje te schuiven. Maar hoe lossen we dat op dan? Door ze weg te stemmen. Ja, dat is de enige oplossing. Ik wil achter in de boot. Ja. Ah, kijk. Nou. Jij achter in de boot. Maar... Ger bij Shelly in het huisje en Maris bij Lex en Frenny. Ja. Ja, of in het... Ja, nee, maar dan kunnen het roze huisje ook, hoor. Het roze huisje ook, ja. En als dat huisje weg moet, dan is dat ook zo. Oeh! Het roze huisje. Ja? Bijna mis. Je kan het roze huisje kan weg. Mijn golfstent kan weg. Ja, de kast mag weg. Althans, ik neem aan dat Van Ennet het daarmee eens is. Maar als iemand morgen een mailtje van, joh, dat huisje willen we graag hebben. Ja, dan is het zo. Ja, maar laten we heel eerlijk zijn. En dit gaat waarschijnlijk ook gebeuren. Als je heel reëel naar de huisjes gaat kijken. Die ga je niet op kunnen tillen. No any fucking way. Maar je kan toch met die nee, dingen? Dit staat op palen vast in de grond. Ja, dat klopt. Dus het is niet zo van... Moet je omzagen, die palen. Ja, het is niet zo van... En die dingen zijn zo gammel als ik weet niet wat. Die staan hier al meer dan een jaar. Die dingen, die... Het zijn schuurtjes. Nou, probeer je schuurtje maar eens even van thuis even op te tillen. Nou, die valt geheid uit elkaar. Ja. Ongekend. En dan kunnen we wel zeggen van... Ja, maar dan gaan we ze lekker verkopen. Maar er zit geen geld in. 0,0. Het enige waar er geld in zit, is de boot, is een Mongoolse tent, sanitair gebouw. Caravan misschien. En, ja, maar de caravan is zo rot als ik weet niet wat. Ja, maar ja, wij hebben hem ook gekocht. Ja, omdat we niks beters hadden. Ja, maar en misschien hebben sommige mensen dat ook. Mensen wonen in zo'n ding, hè? Je weet het niet, hij is wel van binnen is die aardig opgeknapt. Hij is gerenoveerd. Maar als je met het ding de weg nog op moet... Ja? Want er is flink in gezaagd en dingetjes en datjes, hoor. Maar ik vind het eigenlijk wel super uitzien. Dat is eigenlijk het enige waar geld in zit. En de silo. Maar wat dacht je? Het hout van het podium, het hout van de bar. De silo uit elkaar halen. Oh! Nee, die moet je toch ook in zijn geheel meenemen? Nee, dat kan niet. Dat kan niet. Die moet ook uit elkaar. Uit elkaar? Ja. Ja, maar als iemand morgen die silo wil hebben, is dat toch ook prima? Ja, maar dan moet hij hem hier wel uit elkaar komen halen. Ja, nee, dat is echt niet zo, hoor. Wij kregen hem ook in een pakket. Ja, ja, en ik dacht nog, zit daar zo'n groot ding in? Ja. Snap die gozer toch ook niet? Is die gelijk boos? Geïrriteerd, ja. Ik vind jullie fantastisch, maar stel. Nee, ik irriteer me op dit soort momenten. Denk ik, wil ik echt zijn nek omdraaien. Meen ik serieus. Staat nergens op. Ik denk dat jullie binnenkort maar moeten gaan trouwen. God, nou laten we dat zeker niet doen. Goed, we gaan door. De hangmat. De hangmat? Ja, daar. Nee, die is van Shelly. Dus privé. Ja? Ja. Privé? Oh, nee, dan kan het niet. De bokzak. Die lamp is daar. Ja? Ja, die van Mariska gebracht, maar die kunnen we weg. Lampjes, deze lampjes wil Jos. Ja. De bar. Lounge set. Ja. De lounge set, ja. De banken in de open haard. Ja. De oven. De buitenkeuken. En dan houdt het wel op, hoor. Maar kunnen we niet gewoon dat we een paar objecten echt te koop zetten en dat we daarvoor ook zo'n kijkdag houden? Alleen dan niet pas over 2 weken. Ja, en ik zou even checken of die boot ook verkocht kan worden. We moeten even iets in gang zetten en dan horen we het vanzelf. Want de boot zou je eventueel nog wel kunnen verkopen. Want er zit nog wel een varenbuffet op en zo. Of in ieder geval zo'n vis, ja. Vignet ding of zo. Ja, dus hij kan nog wel... alleen het zal nog wel gedemonteerd zijn door Jesse. Want Jesse wilde niet meer varen. Ja, maar wanneer gaan we dat soort plannen dan maken? Want we hebben het er al weken over, alleen we doen er niet zoveel mee. Inderdaad. Ik vind het wel leuk om daar voor te gaan zitten eigenlijk. Dan trek je aan de bellen en dan gaan we dat doen. Nou, ik ga dat niet met de hele groep doen. Niet. Wel? Ja, weet ik eigenlijk ook niet. Nee, ik dacht meer een plan maken en morgen in de groep... Gooien. Ja. Ja? Dan pak je Jesse erbij. Maar Mariska vindt het ook altijd wel leuk. Ik vind dat ook wel heel erg leuk. Ja, jij, Maris...
Ger. Het hout daar, we kunnen die hele tuin slopen. We kunnen al dat hout verkopen aan Henny, wilde het volgens mij hebben. We kunnen dat gaan slopen, dat kunnen we slopen. Ja. Podium kan gesloopt worden. Ja, ja, ik wil best, ja hoor, ik doe best wel Timmer en Timmy. Ja, vind ik ook wel leuk. Die pagode kan ook weg. Ja. Die kachel. Ja, maar weet je wat het is? Het is half november. Over een maand zijn we misschien al gestopt. Ja. Die kans is vrij groot. Ja, daarom. Dus we hebben het al weken over, oh, we moeten, maar ja, we doen er niks mee. Nee. Misschien ook een beetje ontkenningsfase. Ja, ik vind het ook heftig hoor. Ik vind er echt geen reet aan, echt niet. Maar ik vind het wel weer cool als je hier dan dadelijk weggaat, dat je dan wel alles zelf hebt verkocht. Dat is toch leuk? Ja. Dat alles leeg is toch? Ja. Ja, die oven kan weg. Nou, dan kan je besluiten of je die ovens in de keuken weg gaat doen. De keuken kan je wegdoen. Wel tof. Ja, toch? Alles weer op de ouderwetse manier. Ja? Oké, als die sanitair gebouw weggaat, ja, dan huren we weer een Dixie voor, wat is het? 6 weken. Ja. Ja. Nou, maakt mij niet uit. Misschien iets groter boilertje zou fijn zijn, maar voor de rest... Ja, joh. Dat redden we dan ook wel weer. Ja, laten we het doen. Laat het lekker allemaal online gooien. Ja, vind ik ook. Ja. Ik heb echt veel hout hier. Ik kan ook de poef verkopen, het panterkastje. Ja, dat is dan allemaal niet anders. Hij ziet er niet uit, maar ik kan me voorstellen dat mensen het leuk vinden. Maar ik zou gewoon eens aan een paar dingetjes nu foto's van gaan maken en ze online gooien. Net zoals die tent hebben we online gezet. Ja. Even. En ik blijf erbij gewoon een aparte soort met een kop opzij. Ja, een executieveiling of zo. Ja. Ik eens even een blaadje pakken, maar wat we nou allemaal kunnen verkopen. Hier de picknicktafels. Hartstikke leuk voor als je naar die camping. Zijn echt bijna vanaf het begin. Ja, dat we dan overal ook een leuk verhaaltje bij doen. Ja. Hey, dames. Wil jij wat drinken, Belin? Nee, dank je.